Goedenavond allemaal. Van harte welkom in de kookstudio van Cooking Table België. Vanavond ga ik jullie met twee dingen laten kennismaken. Dat is met onze built-in, ons inbouw units. We hebben de vorige weken gewerkt op onze portables. Nu, gisteren, heeft chef Patrick voor de eerste maal op onze inbouw gewerkt. Dat is de MO61 en dat staat op een onderstel van de firma Venta Design uit Berlijn. En Venta Design is gekend voor alles wat mobiele kook- en behulptoestellen voor universeel eigenlijk te, ja, laat ons zeggen, voor hotelketens, voor restaurateurs. In ieder geval heel makkelijk, modulair en overal te verwenden voor de hotels en de restaurants. Vandaag gaan we voor een everzwijn haasje met shiitake champignons, met een portosaus en krieltjes. Normaal gezien beginnen we met het vlees, maar aangezien dat ik vandaag voor 3 personen een volwaardige portie bereid, gaan we starten met onze krieltjes. Ik heb op de tafel een klein beetje voorverwarmd. Zoals jullie weten, de bakzone, warmhoutzone, wachtzone. De buitenkant, u ziet, ik kan mijn handen erop leggen, blijft koud. We gaan al wat boter aanbrengen. En zoals je ziet, de bakzone is al zeer goed van temperatuur. Een beetje hoger zetten nu. Ik ga ook een klein beetje olijfolie toevoegen. En dan ziet je goed aan de olijfolie dat dat naar de kern van de tafel loopt. Dan gaan we onze krieltjes op de tafel brengen. En je hoort ze al sissen. Daar gaan we alle peper en zout. Papa, ja? Mensen reageren dat er geen klank is. Geen klank. Dan gaan we even controleren. Normaal. Er zou geen klank zijn. We gaan het even testen, want alles is normaal, zoals gewoonte. We gaan het even testen, hè. Als er nog mensen zijn die geen klank hebben, als u mij niet hoort, geef even door. Bij mij is er wel klank. Ah, dus. En vol merkt ze ook. Ah, nee dan. Ja, ik geef toe, zo'n beeld zonder klank. Jullie hebben het aroma al niet. En dan ook geen klank. Ja, dat zou spijtig zijn, hè. Dus voor de bereiding gaan we altijd van de buitenkant naar de binnenkant. We werken met de spatola voor de bereiding, dus altijd van de buitenkant naar de binnenkant. En zoals jullie weten, straks voor het reinigen gaan we van de binnenkant naar de buitenkant en halen we terug binnen. Dat is ook het leuke van onze inbouwtoestellen. Doordat de zijkant, ziet u, altijd koud blijft, hebben wij voor inbouw CNC 100%, op een 100ste van een millimeter kan het ingefreesd worden en hebben we geen buffer nodig, omdat de plaat niet warm wordt en zet het ook niet uit. En zoals u ziet is het heel egaal en heel mooi in te werken in welk keukenaanrecht ook. Zo, dan ga ik de patatjes in de volgende zone leggen.
Dat is de warmhoutzone, zodat we ons vlees kunnen bakken dadelijk. Die gaan rustig verder garen. Dan nemen we wat boter terug. En u ziet hoe snel dat gaat, die boter. Hè? Zo. De tafel zetten we op 2/3. Dat is zo'n 170, 180 graden. En dadelijk een tikkeltje bijgeven. We gaan ons vlees eerst even kruiden. Ik geef ook de voorkeur van het vlees al even te kruiden voordat we het aanbrengen op de bakplaat. Ik heb daar wildkruiden voor gekozen. Zo. Ik ga ook een teentje look, 2 teentjes look toevoegen, maar ik ga die niet versnipperen. Ik ga die gewoon pletten. Dat die de smaak geven, maar dat we die dadelijk terug kunnen eruit halen. Zo. Papa, Dirk Teunis is ook aan het kijken. Dan, Dirk, hallo, welkom. En Patrick, welkom. Paul, welkom. Maar ik was even de kluts kwijt omdat er geen geluid was. Hè. Ook een rozemarijntakje toegevoegd, vooral voor de smaak dadelijk. Dan gaan we nog wat rozenzout van de Himalaya ook nog toevoegen. Zo. En dan gaan we die keren, dat we ze ook nog dadelijk kunnen kruiden aan de andere zijde. Zo. Dan brengen we nog wat extra kruiden aan. Ja, en het is echt het seizoen van het wild, dus een everzwijnhaasje komt heel, heel goed te pas dan. Voordeel van everzwijnhaasje ook, mensen die niet voor uitgesproken wildsmaak zijn, is dit eigenlijk het dichtstbijzijnde dat grenst aan een heerlijk stukje steak, filatuur van smaak, is dat echt heel lekker. Zo, die gaan we heel even laten doen. Dan ga ik onze shiitake champignons al snijden. Eerst even het aanrecht zuiver maken. Ik heb gekozen voor shiitakes champignons omdat die toch wel veel krachtiger van smaak zijn dan gewone Parijse champignons. En het is ook nu de tijd van boschampignons, van shiitakes. Dat is ook echt een heel aparte smaak. Hè. Ons vlees gaan we rustig laten garen. En dan gaan we dat mooi aan de alle zijden aanbakken. En dan gaan we dat laten rusten in de volgende zone. Het is ook leuk, hè. Dat je eigenlijk alles op je tafel kunt houden. Het is heel interactief. En je kunt met gezin rond de tafel, rond het keukeneiland, rond je portable. Je kunt niet gek genoeg denken de mogelijkheden die Cooking Table eigenlijk jullie biedt. Nu ook, u ziet dat zijn redelijk wat shiitakes, maar de champignons. Eenmaal als die op temperatuur zijn, verkleint dat enorm en geven ze ook serieus hun vocht aan. Hè. We gaan dus heel even
het vlees keren. Ziet u hoe mooi van kleur dat wordt? Dat heerlijke stukjes. Ja, en de geuren, die spreken voor zich, hè. En zoals jullie zien, ikzelf geef de mensen, eigenlijk de particulieren, een voorbeeld van de mogelijkheden. Chef Patrick voor de professionele. Maar wat ik wel zeker wil meegeven, je hoeft echt geen chef te zijn voor te koken op de tafel. En de mensen die mij kennen van vroeger, die weten dat, want van origine ben ik kapper. Dus dat is een heel ander beroep, hè. Maar ja, ik kan dan ook zeggen, het is allemaal geen haarknippen, hè. Zo, onze champignons zijn bijna klaar voor op de tafel te brengen. En die ga ik dan dadelijk ook even de cloche op, dat die wat extra stoom krijgen. Zo, die gaan we hier even zetten. Dat. Simon uit Duitsland kijkt ook. Hallo Simon, wie geht's? Sehr schön, dass du die Möglichkeit hast, dich unsere Livestream anzuschauen. Wie du siehst, komplett Venta Design mit das Einbaugerät von uns, der MO60. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Zo, ons vlees gaan we dadelijk in de volgende zone brengen. Onze rozemarijn neem ik nu al weg. Dan gaan we dadelijk ook nog wat extra boter aanbrengen. Ziet u, en met zo'n rolletje is dat heel makkelijk. Het oogt ook mooi, maar het is vooral het gemak. Ons vlees ga ik nu in de warmhoutzone toevoegen. Dan kan het daar rusten. Dan krijgt het ook goede kernwarmte. En het vlees blijft toch lekker signaal. De look die verdwijnt nu ook. Zo. En dan gaan we in het midden onze champignons toevoegen. Dat kunnen we nu echt een wild palet noemen, hè? Zo, en dan het mooie ervan, voor dat nu een extra toetsje te geven, gaan we dan werken met onze cloche. De champignons gaan nu goed kernwarmte krijgen ook. En dat wil ik ook aantonen, dat u werkelijk de twee spatola's en de cloche als must, vandaar ook onze actie, nu met onze portable, de PU60 en de PU70, dat wij de accessoires set van de cloche en de spatola's er gratis bij voegen. Dit is werkelijk een must als u het maximale uit onze mogelijkheden met de tafels wilt halen. Dan gaan we even het vlees nog blokkeren.
Je ziet de stoom die vrijkomt en dan gaat het ook snel voor het bereiden van onze champignons. Nog wat boter. Zo wat extra aroma. Wat peper. En een beetje onze zout weer van de Himalaya. En onze klosjes. Amai, de livestream is nu al 25 keer gedeeld. Super! Dikke merci daarvoor. Van saus heb ik gekozen voor een Porto Acheduc saus. Dat is heerlijk. Waarom? De smaak die vrijkomt van onze shiitake, champignons, dadelijk de room en dan met rode Porto. Subliem. Je ziet, ons vlees is rustig aan het kernwarm te krijgen. En dat geeft ook het voordeel dadelijk, als we de borden serveren en u snijdt het vlees, dat het heel mooi rosé is. Onze voorkeur gaat naar bleu chaud, saignant. Mensen die het graag iets meer napois hebben, dan halen we het gewoon naar het midden. En in het midden gaat het dan verder garen. Je ziet wat een effect dat de cloche heeft, hè? En hoe snel dat het dan gaat met de champignons. Hè? Nu leg ik het vlees echt in de koude zone, dat het even kan rusten. Zo. Dat ik wat meer ruimte heb. Dan ga ik naar buiten en ik maak het aanbaksel van het vlees los met de shiitake champignons. Want dat gaat er ook voor zorgen, de intense smaak, dat dadelijk mijn saus gaat krijgen. Zo. Nu voegen we onze room toe. Dat is trouwens ook een uniek moment. Want op geen één bakplaat gaat u room gaan toevoegen. En nu zet ik de plaat op 1/3. Omdat liquide dat blootgesteld wordt aan lucht, gaat heel snel reduceren. En dat willen we ten koste vermijden dat wij alle drie dadelijk een lekkere saus hebben. Dan gaan we die rustig laten inkoken. Daar gaan we dan onze porto toevoegen. Een vloeibare pijnstiller is nooit niet slecht, hè? Ja, die geur die nu vrijkomt, je kunt dat natuurlijk zelf ook meemaken met de acties, een portable. Op een weekje zijn jullie zelf thuis aan het kokerellen als jullie willen, hè? Ziet je, altijd van buiten naar binnen. Zo maken we alles mooi los van de tafel. Nu zet ik het terug even hoger temperatuur. Dan ga ik het nog wat kruiden. Nog wat peper. En nog een beetje zout. En dan heb ik ook wat citroentijm dat we dadelijk gaan toevoegen. Dat is altijd heerlijk, citroentijm, voor de smaak. Ook een mooi accentje qua kleur. Ziet je, nu is onze saus aan het indikken en dadelijk is alles gelijktijdig klaar.
saus even laten inkoken. Je ziet altijd van buiten naar binnen. En eigenlijk blijft tijdterwijl uw tafel ook mooi zuiver. Want ik laat jullie zien, kijk, de tafel, het bakt niet aan. Hè. Heel belangrijk, hè. Dan gaan we onze citroentuin even snijden. Dan ga ik alvast de borden klaarzetten voor dadelijk. Ziet je die saus, die is heel mooi aan het indikken. En nu zet ik de tafel af. Want als je ze dan laat opstaan op temperatuur, dan zie je de saus zeer snel reduceren. En dat willen we ten koste vermijden. Hè. Zo. Dan gaan we onze saus en onze patatjes naar binnen halen. Zo, en dan gaan we serveren. Eerst onze citroentuin. Zo. En dan is het tijd voor te serveren. Hè. Dan gaan we beginnen met het vlees. Zo. Dan pakken we wat krieltjes. En dan het heerlijk sausje. En ook wat over het vlees. Zo. Dan wat bieslook voor af te werken. En dan hebben we een heerlijk gerechtje. Alsjeblieft, Emilia. Dankjewel. Zo. Krieltjes. En dat is het leuke, hè? Alles is gelijktijdig klaar. Hè? Zo. En dan onze champignons. Heel jammer dat je het niet ruikt op camera, want het ruikt echt verrukkelijk. Ja, dus inderdaad, de geuren die vrijkomen zijn enorm. En in het wildseizoen, zo'n gerechtje, dat smaakt heel lekker. Hè? Alsjeblieft. Laatste twee stukjes. En dit was dan vandaag eigenlijk voor de vrouw, de dochter en mezelf, voor 3 personen, hebben we nu klaargemaakt. Maar ik zeg het, naar showcooking of naar proevertjes werken we heel dikwijls met, laten we zeggen, per portie een 130 gram. En dan een 6 à 7 gerechtjes. Is heel lekker. En het voordeel heb je dat je zeker interactief eigenlijk een samenspel hebt van koken,
genieten met het gezin en vooral het samen zijn. Hè. En een beetje over het vlees. Alsjeblieft. En dan het overige ga ik voor wat repas in een apart kommetje doen. En zoals jullie zien is het heel, heel gemakkelijk met de spatola's om alles op te nemen. En zoals jullie zien, de tafel reinigen zal niet extreem nodig zijn, want zelfs bij het dresseren van de borden zijn we al heel fel bezig met de tafel, met onze spatola's, al mee zuiver te maken. Zo, Emilia, alstublieft. En dan ga ik jullie laten zien hoe dat we de tafel dan zuiver maken. Zoals jullie weten, heel eenvoudig, gewoon helder water. Een vacuumstop van een fles wijn erop. De bovenste zijde neemt je weg, je doorboort en dan heb je de mogelijkheid, ziet u dat het water zeer rustig uit de fles komt. Voldoende water aanbrengen. Zo. Zetten we de tafel op 1 en dan beginnen we met onze kleine spatola in het water zuiver te maken. Nadien onze grote. En de kleine leggen we dadelijk weg, omdat we die niet meer nodig hebben. Zo. Die leggen we al opzij. En dan gaan we van de binnenkern naar buiten toe en terug naar binnen. Dus zo eenvoudig is het. Gewoon met het water gaat u naar buiten en u komt terug naar binnen. En zo maak je alles van aanbaksel en de resten dat op de tafel eigenlijk gebleven is, los. Zo eenvoudig is het. En er zit ook geen detergent in het water. Het is gewoon helder kraantjeswater voor alles eigenlijk zuiver te maken. Dus altijd van binnen naar buiten. En naar de achterzijde juist hetzelfde. En dan denken jullie misschien, ja, en dat water, hoe krijgen we dat ervan af? Dat ga ik jullie laten zien dadelijk. Heel simpel, de ijsemmer met een zakje van een pedaalemmer, een vuilbakje, kun je alles eigenlijk van de tafel afnemen, van liquide. Zo, nemen we gewoon een ijsemmer. Door de flexibiliteit kun je alles eigenlijk netjes van de tafel verwijderen van liquide. En hier zien we ook weer het belang van onze spatola. Zo. Dan nemen we gewoon een sponsje van de vaat. En met wat ronddraaiende bewegingen maken we de rest van onze tafel zuiver. Paul Merck zegt smakelijk alle drie. Dankjewel. Dankjewel, Paul. Zo. De grote spatola die mag ook al opzij. Die hebben we ook niet meer nodig. En dan rest mij nog enkel met de vaatdoek. De tafel zetten we nu af. Het is bijna niet te geloven, maar zo eenvoudig is het om met welke module van Cooking Table ook
te koken. Het was mij zeer aangenaam jullie vanavond weer voltallig te mogen verwelkomen. Simon van Berlin, ook nogmaals, vielen dank dat je met alles aangeschaut hast heute avond. Mensen, ik zou zeggen, wij zien elkaar terug zaterdag om 11 uur met chef Patrick en mezelf zondag om 11 uur met een heerlijke boerenomelet. Bedankt voor het kijken, tot de volgende en een goede avond nog. Dag!